Op dit moment is ICT en onze draadloze communicatie verantwoordelijk voor ongeveer 7% van het globale elektriciteitsverbruik. Let wel, dit is ICT plus draadloze communicatie. En de verwachting is, volgens een aantal veel geciteerde studies, dat dit zal groeien tot 21% in 2030 in het verwachte scenario. En ik hoef u niet uit te leggen dat dat erg onwenselijk is. En als we heel erg ons best doen, kunnen we dat misschien beperken tot 8%, maar er wordt niet echt goed uitgelegd hoe dat dan moet.